welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer unboxen, want ik heb weer een nieuwe goodie box binnengekregen. Dit is de goodie box van Maart. De Maart Goodie Box, volgens mij, ja. Voor de mensen die het niet kennen, Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt met minimaal 5 beauty producten ter waarde van minimaal €85 voor slechts €25 in de maand. En het is altijd een beauty box, dus make-up, skincare, accessoires, alles omtrent beauty. Het is meestal skincare, dat wel. En elke maand een box. Ik de box hier samen met jullie. Als je al bent geabonneerd en hem al hebt, kunnen we samen unboxen. Als je graag wilt abonneren, er staat beneden een linkje in de beschrijving. Slechts €25 in de maand en het is maandelijks opzegbaar. En de waarde van de box is altijd een stuk hoger dan wat je ervoor betaalt. Ik vind het altijd een heel leuk concept, want het is gewoon alsof ik elke maand een verrassing krijg. En het zijn vaak producten die ik zelf niet eens weet wie zou halen. Dus het is een leuke manier om nieuwe producten te testen. Dus dat is wat we vandaag weer gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. De box van vandaag is lekker paars. Hij is echt fel paars. Like it. En dan als je hem openmaakt, zitten hier alle producten in. En alles valt eruit. We hebben deze maand 6 producten in plaats van 5. Dus eentje extra. Dat is altijd leuk. En we gaan beginnen met een stick. Dit is de Australian Bodycare Spot Stick. Winkelwaarde €7,99. En het is full size. Dit is een spot stick. Ik heb hem al gisteren gebruikt op een spot op mijn been. Ik had daar een muggenbult. Dus ik had het er een beetje op gedaan om het te verzachten. Het ziet er zo uit. En het is ideaal voor crushes. Of rode plekken of wat dan ook. Ik heb een kat. Dus ik heb heel vaak krasjes en zo. Ik zie ook nou hier op mijn hand. Heb ik er eentje. En je kunt dan gewoon dit erop rollen. Om het een beetje te verzachten. Het geeft gewoon echt een cool en rustgevend effect. En je kunt het ook aanbrengen op puistjes of wat dan ook. Gewoon alles wat gewoon echt een plekje is. Bijvoorbeeld, ik heb nou hier wat krasjes op mijn hand. Echt ook echt door mijn kat. Dus dan breng ik gewoon dit erop aan. En dan wordt het een beetje verkoeld. Het ruikt heerlijk. Er zit Australische tea tree olie in. En je kunt het zowel onder als op je make-up aanbrengen. Dus je zou het ook gewoon nu zo kunnen aanbrengen. Zou ik persoonlijk niet echt adviseren. Want je verpest dan wel een beetje je make-up. Dus ja, dit vind ik echt heel handig. I like it. Dit is dus een soort product dat ik helemaal niet ken. Ik wist niet eens dat zoiets bestaat. Dus dat vind ik altijd leuk aan de box. Dat ik echt, ja, shit ontdek. Next up is een masker. Van Matt Masky heb ik de Vitamin A Booster Blue Clay Mask. Winkelwaarde €49. En we hebben de full size. Ik heb vaker maskers gehad van dit merk. En het zijn altijd super fijne maskers. I like it. Het geeft de huid een boost door de vitamine A. En het verkleint de poriën. Nou, dat willen we echt allemaal. En na slechts 1 sessie ziet je huid er kennelijk al gladder uit. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik ga hem zo aanbrengen. En ik ben echt benieuwd of ik echt al verschil ga zien na 1 keer. Ik ben echt heel benieuwd. Deze gaan we zo proberen. Oh, en hij is parfumvrij en ook ideaal voor mensen met een gevoelige huid. Oké, mensen, let niet op hoe ik eruit zie. Mijn gezicht is echt puffy. Oh my goodness. Ik ben echt net wakker. In ieder geval, ik heb net mijn hele gezicht gewassen. En nou ga ik dit masker aanbrengen. Laten we kijken. Wow, echt mijn wallen zijn van hier tot aan Marokko, joh. Oké. Afhalen. Oké, ik breng een klein beetje zo aan op mijn kwast. Oeh, het is zo lichtblauw. Het brengt wel echt heel makkelijk aan. Kleine maskers brengen af en toe een klein beetje stroef aan. Maar deze niet. Het brengt echt aan als boter gewoon. Ik hou er altijd van om maskers in de ochtend aan te brengen. Want dan voelt mijn gezicht echt super fresh de hele dag. I love it. Oké, ik heb het helemaal aangeraakt. Dan ga ik het een kwartiertje laten intrekken volgens mij. 15 minutes later. Oké, daar ben ik weer. Ik ben een kwartier verder. Het is helemaal zo wittig geworden. Het is niet echt wit. Het is een hele lichte blauwe kleur. Een beetje wittig blauw. En het voelt echt helemaal hard aan. Ik kan amper mijn gezicht bewegen. Kijk, het gaat nou helemaal zo scheuren, zeg maar. Oké, ik ga het eraf halen. Oké, mijn gezicht voelt echt heel refreshed aan. Het masker heeft een beetje een mint effect, een mint geur. En het voelt een beetje zo mintig aan op mijn gezicht. Ik weet niet precies hoe ik moet uitleggen. Ik heb ook echt het gevoel dat je wat minder goed mijn poriën kunt zien. Ik zie echt best wel wat verschil. En dat zie ik niet bij elk masker zo heftig. Dus
Ja, I like it. Heel fijn. Ik ga nou ook 2 video's maken. Dus mijn gezicht is echt wel gewoon helemaal gelijk geprept voor make-up. I love it. Echt een fijn masker. Ik voel me echt helemaal refreshed. Net voelde ik me helemaal zo sufjes. Hier heb ik een spray. Van Mario Badescu heb ik de Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water. Winkelwaarde is €6,90 voor de full size. Wij ontvangen de kleine versie voor €4,90. Dit is voor mij echt een bekend merk. En hun sprays zijn echt fantastisch. I love it. Echt allemaal gewoon. Er zit aloe vera in, gardenia, roos, blaaswier en tijm. Kalmeert de huid en geeft weer een beetje energie. Deze ga ik even opsprayen. De spray is ook echt super fijn, niet te agressief en hij ruikt echt heerlijk. We hebben niet de full size. Dit is een kleine versie, maar aan de andere kant is dat ook weer ideaal voor in je tas om mee te nemen. En er staat dat je het ook kunt gebruiken voor je haar, om je haar te hydrateren. Nou, dat is top, dat ga ik gewoon doen. Beetje hydratatie op mijn haar. Ik zit nou echt helemaal onder. Dan hebben we hier nog een andere spray. Van Antonio Axu heb ik hier de Sea Salt Spray. Winkelwaarde is €20 en dit is de full size. Dit is een haarspray voor in je haar. En het moet zo een beetje die beachy look creëren. En ja, gewoon wat structuur geven. Ik hoef dat niet, want ik heb krullen. Ik hoef ook geen beachy look. Dit is meer gericht op mensen met stijlhaar. Dus als je hem al hebt gebruikt, laat ons beneden in de reacties weten wat je ervan vindt. Ik kan het niet echt gebruiken, dus ik ga hier iemand anders blij mee maken. Next up is een crème. Van Elemis London heb ik de Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Winkelwaarde is €54, maar wij ontvangen de kleine versie voor €12,50. Oké, dit is een cleanser om je gezicht te reinigen. Er zit magnesium, zink, koper en een drietal acids in. De formule geeft je huid een levendige en herboren uitstraling. Nou, deze ga ik straks gebruiken als ik mijn make-up eraf haal en dan laat ik jullie weten wat ik ervan vind. En last but not least, Rituals. Van Rituals heb ik de Ritual of Jing Shower Foam. Winkelwaarde is €8,50. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ik weet al wat ik ervan vind. Alle shower foams van Rituals zijn echt super fijn. Ik weet niet welke geur dit is. Hij ruikt naar bloemen. Hij ruikt volgens mij wel lekker. Het heeft een lotusgeur en dat is echt heel kalmerend. Dus vooral als je doucht voordat je gaat slapen, gaat dit echt ideaal zijn. I love it. En we hebben ook echt gewoon een grote fles. 200 milliliter. Je gaat hier echt wel eventjes mee doen. Dus I love it. En dat was het dan. Oké, dat waren dan alle producten. Nou gaan we alles bij elkaar optellen en zien hoeveel winst we hebben gemaakt. Of ja, winst. Hoeveel we hebben bespaard. Oké, we gaan van achter naar voren. Ik ga beginnen met de shower foam. Die is €8,50. De cleanser kleine versie €12,50. De haarspray €20. De gezichtspray kleine versie €4,90. Het gezichtsmasker €49. Die is duur zeg. En de spatstick €7,99. Oftewel €8. Dan komen we uit op een bedrag van €102,90. Dus als je al deze producten individueel zou halen, moest je €102 betalen. Jullie hebben €25 betaald. Dus je hebt maar liefst €77,90 bespaard. Dat is echt een hoop. Nou jongens, dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. De maatbox was echt weer heel leuk. Een extra product. De waarde was ook echt heel leuk. En het zijn echt producten die ik zou gebruiken. Behalve dan de haarspray. Maar ja, gelukkig kan ik er dan nog iemand anders blij mee maken. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld om te bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!